over de drie-eenheid. De samenvatting daarvan die kunt je vinden in het programmaboekje. Bladzijden 4 en 5. Nou, als je dat erbij houdt, dan kun je dat wel een beetje gaan volgen, zo dadelijk. Hoop ik althans. Mooi plaatje erbij. Doet wat rooms aan misschien, maar hij mocht er toch in. Ja. Een bisschop is dat die je ziet op bladzijde 4. Patrick genoemd. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, de bisschop Patrick. De tweede bisschop van Ierland. Lang geleden dat hij daar werd aangesteld tot bisschop. Het was rond het jaar 432. Ik moet bedenken, die man, ja, of hij er zo uitgezien heeft, dat is natuurlijk maar zeer de vraag. Maar die man deed daar in Ierland zendingswerk. En hij kwam daar in Ierland en ging over God vertellen. Vertellen wie God is. En het verhaal gaat dat hij dat deed met een klaverblad. Vandaar ook dat plaatje. Zo wordt hij afgebeeld sindsdien. Je ziet het klaverblad in zijn hand. En ook op zijn gewaad zie je het klaverblad staan. Want het verhaal gaat dat hij daar in Ierland kwam, Patrick, dat hij zich bukte naar het gras. En daar een klaverblad plukte. En dat hij toen zo tegen de Ieren zei van, ja, zo is God. Vader, Zoon en Heilige Geest. En het schijnt dat de mensen dat prachtig gevonden hebben. Zo'n God en dat velen zich tot het christendom bekeerd hebben. Dus als je nog eens een keer deze afbeelding tegenkomt of een andere zin, een bisschop met een klaverblad, dan weet je, het is Patrick en het heeft met de drie-eenheid te maken. Op die manier probeerde hij in zijn dagen de drie-eenheid aan de mensen uit te leggen, of beter gezegd uit te leggen aan de mensen wie God was. En men zegt dus dat het in zijn dagen enorm aangeslagen is en dat het de mensen tot geloof in God bracht, in de drie-enige. Maar ik denk, als ik vandaag de dag zou beginnen, hè, en ik zou ergens aankomen en ik zou me bukken bij een grasveld en ik zou dus een klavertje plukken, geen klavertje vlieren, maar een klavertje 3 gewoon. En ik zou zeggen, ja, zo is God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik denk dat dat vandaag de dag niet meer zou werken, schat ik in. Want als we over de drie-eenheid beginnen, God, de drie-enige, dan vragen mensen zich toch vaak af, hoe zit dat dan? We hadden gisteren nog blijdenscategorisatie, toen ging het over de drie-eenheid van God. En de blijdenscategorisanten hadden het ook, hè, van ja, hoe zit dat dan? God is 1 en God is 3. Je hebt 1 God en die ene God is Vader, Zoon en Heilige Geest. Hoe zit dat dan? Leg dat maar eens uit. En er zijn mensen in overvloed die dat een onbegrijpelijk verhaal vinden. En misschien zeg jij ook wel van, ja, daar snap ik nou echt helemaal niks van. Of misschien heb je ook wel eens iemand horen zeggen, wat een raar geloof is dat eigenlijk, dat christelijk geloof. En misschien hoop je dat ik vanmiddag nou eens eventjes dat zal gaan uitleggen voor jullie, hoe dat dan allemaal zit. Als dat de verwachting is waarmee je hier op de stoelen zit, dan moet ik je direct teleurstellen. Ik ga dat niet doen, ik ga dat niet uitleggen. Ik ga de drie-eenheid niet begrijpelijk voor jullie maken. Omdat die niet begrijpelijk te maken valt. Het is voor ons niet te begrijpen. En het is dus niet zo dat je bij jezelf zou moeten denken, nou, ik ben blijkbaar maar dom, want ik begrijp er niks van. Als je er niks van begrijpt, dan ben je niet dom. Ik hoop overigens niet dat dat voor heel mijn verhaal geldt. Maar als het gaat over het onderwerp ervan, hè, de drie-eenheid, als je er niks van begrijpt, dan ben je niet dom. Het gaat ons verstand ver boven de pet. Het is voor ons onbevattelijk. En op deze aarde zal niemand ooit kunnen zeggen, ik snap het. Want wij snappen het niet. Ja. En dan hoor ik als het ware in gedachten jongeren zeggen, ja, maar waarom moet je het er dan over hebben als je er toch niks van begrijpt? Hoe komen wij er eigenlijk aan? Ja, hoe komen wij er eigenlijk aan?
Onze belijdenisgeschriften, die over de drie eenheid spreken, althans de Nederlandse geloofsbelijdenis vooral, de catechismus ook, Duitse leerregels ook, maar de Nederlandse geloofsbelijdenis vooral, artikel 8 en 9, die spreekt over, ook over de drie eenheid en die zegt, ja, het komt uit de schrift. En dat is het antwoord van de belijdenis en dat is ook het antwoord wat wij vanmiddag geven. Hoe komt het nou dat wij over de drie eenheid spreken? Dat is uit de Heilige Schrift. Wij geloven dit niet omdat we dat zelf verzonnen hebben of omdat er ooit iemand geweest is in de kerkgeschiedenis die de leer van de drie eenheid verzonnen heeft. Het is geen systeem dat iemand ooit eens bedacht heeft, maar de Bijbel zelf leert ons de leer van de drie eenheid. De Bijbel brengt ons tot de leer van de drie eenheid. Misschien moet je het juist zo zeggen. De Bijbel brengt ons tot de leer van de drie eenheid. Want dat woord zelf, drie eenheid, dat kom je niet tegen in de Bijbel. Als je gaat zoeken, gaat googlen op drie eenheid in de Bijbel, waar kan je dat vinden? Dan vind je het nergens. Dat is pas na vele jaren kerkgeschiedenis is dat woord in omloop gekomen. De drie eenheid. Maar het is wel geheel opgekomen uit de Heilige Schrift. Het is niet iets van wilde speculatie of vanuit een bepaalde filosofische school of een geleerd systeem. Het is ook niet gegrond op de logica, ons verstand. Maar het christelijk geloof berust niet op de logica, op het verstand, maar op de schrift. En luisterend naar de Bijbel zijn wij gekomen in de loop der eeuwen tot de verwoording van de geloofsleer van de drie eenheid. Als een soort samenvatting van wat de Bijbel zegt over God, hoe de Heere God zichzelf aan ons bekend maakt. Wat dat betreft voel ik me ook nooit in de positie om de drie eenheid te gaan verdedigen. Stel nu dat iemand tegen me zegt, en dat gebeurt toch met enige regelmaat, dat iemand zegt, ja, ik vind dat onbegrijpelijk, hè, die leer van de drie eenheid. Dan hoef ik niet heel hard na te gaan denken van, hoe leg ik dat nou eens even aan jou uit? Je kunt dan rustig zeggen, ja, dat is ook onbegrijpelijk. En ik ga geen poging wagen om dat voor het verstand van de mens acceptabel te maken. Dat kan ik niet. Het is bijvoorbeeld tot mislukken gedoemd. En het is ook niet mijn taak. Het is wel onze taak om te laten zien dat dit echt uit de Bijbel opkomt. Dat het echt uit de schrift is. En dan kan ik Bijbelteksten gaan noemen die aanleiding geven tot de leer van de drie eenheid. Die zijn er. Er zijn Bijbelteksten te noemen. Galaten 4, vers 6. Zou je eens kunnen opzoeken. Dat gaan we nu niet doen overigens, maar Galaten 4, vers 6, daar gaat het in één tekst over God, Vader, Zoon en Heilige Geest. De drie verschillende personen die blijkbaar niet los van elkaar te maken zijn, niet van elkaar te scheiden, wel van elkaar te onderscheiden, maar niet los te maken. Niet te scheiden, op het allernauwst verbonden. En ook uit 1 Petrus 1... dat tweede vers, wat we zo even hebben gelezen in de schriftlezing, daar kom je het ook tegen. Vader, Zoon en Heilige Geest. In één adem worden ze genoemd. En hun werk ook. De Vader en de uitverkiezing. De Zoon en de verlossing door zijn bloed. En de Heilige Geest en de heiligmaking. En als je zo teksten gaat noemen, dan zou je nog meer teksten kunnen noemen. Uit het Nieuwe Testament. Ook uit het Oude Testament worden er wel teksten genoemd. In de Nederlandse geloofsbelijdenis gebeurt dat ook, in artikel 9. Zou je ook nog eens na kunnen lezen. Daar wordt de drie eenheid vanuit de Bijbel bewezen. Met teksten uit het Oude en het Nieuwe Testament. En er zijn echt nog niet alle teksten genoemd. Maar je moet nog een stap verder gaan. Als we zeggen, die leer van de drie eenheid, dat God de drie enige is, komt uit de Bijbel. Dan kan je dus inderdaad allemaal losse teksten gaan noemen. Die ga je als het ware plukken in het veld van de schrift, als bloemen die je plukt in het veld. Maar het is niet alleen op basis van losse teksten in de Bijbel, dat wij zijn gaan spreken over de drie eenheid. Het is ook, dat moet je ook bedenken, het is ook
vanwege de grote lijnen in de schrift. Want de Vader, de Zoon en de Heilige Geest worden niet zo heel dikwijls in één adem genoemd in de Bijbel. In één zin, in één tekst. Maar keer op keer kom je ze wel tegen. Dat ze genoemd worden los van elkaar. En dat ze in een volmaakte eenheid, dat blijkt dan dat ze in een volmaakte eenheid bezig zijn op verschillende manieren om Gods volk te behouden. Dus de leer van dat die eenheid die welt op uit de Bijbel en niet alleen op basis van losse teksten, maar ook uit het geheel van de schrift. Al lezend in de Bijbel leer ik de Heere God kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. Daarmee is echter niet gezegd, ik zet als het ware een stapje verder nu, dus het komt op uit de Bijbel, daar vind je de drie eenheid terug, luisterend naar de schrift komen wij tot de leer van de drie eenheid, maar daarmee is niet gezegd dat wij met de leer van de drie eenheid God doorgronden. Dat ik dus met de leer van de drie eenheid wel zou weten hoe God in elkaar zit en in elkaar steekt. Het is niet zo dat als je leert de Heere kennen als de drie enige, dat je daarmee helemaal doordringt tot in het verborgene van God. Dat niet. Deze leer die wil ons alleen maar bij de schrift bewaren. En daarmee ons bewaren ook voor allerlei onbijbelse gedachten over wie God is. En ons woorden geven om op een bijbelse manier te spreken over de Heere God vanuit het diepe besef dat al onze woorden tekortschieten. En vanuit de diepe dankbaarheid dat de Heere zelf ons woorden heeft gegeven om over Hem te spreken. Dus er is dankbaarheid als we spreken over de leer van de drie eenheid. De Heere God heeft ons woorden gegeven om over Hem te spreken, over Zijn wezen, over wie Hij is. Maar ook is er het besef, en dat mag er ook vandaag zijn, ook vanmiddag wel, het besef dat al onze woorden wel tekortschieten. En dan blijft de verleiding, dat zie je heel vaak, dan blijft de verleiding wel groot om dan toch maar te proberen de leer van de drie eenheid uit te gaan leggen. Dat we dan toch willen zeggen, ja, maar het is echt niet onredelijk om in de drie eenheid te geloven. Omdat wij inderdaad beseffen, ja, het gaat ons verstand te boven en steeds weer zie je dan dat wij in de valkuil kunnen terechtkomen dat je het toch gaat proberen uit te leggen. En er worden er heel wat voorbeelden vaak gebruikt. Ik kan je zo een stuk of 5, 6 voorbeelden geven die gebruikt worden om de leer van de drie eenheid te verduidelijken. En soms denk je, nou dat is best een aardige, een goede vondst. En soms zijn mensen ook best enthousiast en jongeren ook. Hè? Dat je denkt, ja, dat is echt geweldig. Maar al die voorbeelden, als je er echt over na gaat denken, ja, een voorbeeld gaat altijd mank, zeggen we. Maar zeker ook de voorbeelden rondom de drie eenheid, als je erover gaat nadenken, dan schieten ze allemaal één voor één tekort. Of ze doen tekort aan de eenheid van God, of ze doen tekort aan de drieheid van God. Het wringt altijd. Neem dan dat voorbeeld van Patrick, de bisschop van Ierland, met dat klaverblad. Dat is prachtig misschien. Maar het is een voorbeeld wat je niet heel lang kunt gebruiken. Dat klaverblad moet je ook weer gauw aan de kant gooien. Want die drie verschillende, ja, de blaadjes, hè, ze zijn wel onderling verbonden, maar echt contact met elkaar hebben ze niet. Ja, je zou kunnen zeggen door de sappen, die stromen, die gaan echt maar één kant op. Terwijl de drie eenheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, daar is een heilige samenwerking, een heilig contact tussen, een verbondenheid. Voorbeelden schieten dus wat dat betreft altijd tekort. En met voorbeelden loop je ook het risico dat je te klein over God gaat denken. Dat je gaat denken, ja, nu heb ik hem door. Maar wij krijgen God niet door. En we doen hem tekort als we denken dat we God op zak hebben. En daar heb je dus ook gelijk iets van de betekenis van de leer van de drie eenheid. Wat deze leer ons nu te zeggen heeft. Dat vraag je misschien ook af, ja, wat heeft dat ons nu te zeggen? De leer van de drie eenheid.
Dat je denkt, ja, een heel verhaal over de drie eenheid, daar zit ik niet op te wachten. Een droog, een stevig verhaal, dat hoeft voor mij niet. Maar je zegt, wat heb ik daar nu aan? Wat moet ik daar nu mee? Nou, hier heb je iets. Wat heb je aan de leer van de drie eenheid? Wat kan je daarmee in je leven? Die leer die wil ons, die wil jou bewaren bij het Bijbelse spreken over God en de openbaring van God recht doen. En juist door dat onbegrijpelijke helemaal te laten staan, hè, dat het onbevattelijk is, door het helemaal te laten staan, leert het ons de grootheid van God erkennen. En wil het ons ervoor bewaren dat we God tekort zouden doen. Dat we al te menselijk over hem zouden gaan spreken, daar moet je vreselijk voor oppassen. Daar zou jij mee kunnen miskennen. Dus wat kan ik met de leer van de drie eenheid, die brengt mij tot besef van de grootheid van God, van zijn verhevenheid, de verwondering en het besef dat ik maar een heel klein mensje ben voor Gods aangezicht. En dat is goed dat mij dat geleerd wordt, want wij zijn mensen die graag de Heere God op onze menselijke maat willen snijden. God op zak hebben, dat zouden we toch het liefste willen. Hem helemaal onder controle hebben, God begrijpen. En wij kunnen soms natuurlijk ook doen alsof we God doorhebben. Maar dat hebben we niet, God door. Dat mogen wij ook wel tegen onszelf zeggen als predikanten. Wij kunnen soms ook doen alsof wij God helemaal doorhebben. Alsof wij alles weten van God. Maar de Heere God is altijd, altijd groter. Dat wordt ook in de Bijbel zo heel vaak uitgesproken. Je moet als mens je plaats weten en oppassen met wat je over God zegt. Want God is groot. En dat mag ons klein maken. En klein houden ook. En tot verootmoediging brengen. Zodat we met heel veel eerbied voor Gods aangezicht zouden leven. En dan denk ik, dat is ook heel praktisch. Want is dat ook niet iets wat je kunt missen in ons spreken over God? En hoe wij met hem omgaan, dat besef van onze kleinheid. Dat wij maar kleine mensen zijn, dat ons verstand tekort schiet, dat wij hem niet op zak hebben. De verhevenheid van God, gaan wij vaak niet heel plat met de Heere God om, of is dat in ieder geval niet een risico? Die heilige grootheid van God. De leer van de drie eenheid, die wil ons heel voorzichtig maken en op tere wijze doen spreken over wie God is. In het besef, hij is altijd groter. Zijn verhevenheid. Nou, verder doordenkend over de leer van de drie eenheid, waar de schrift ons toe brengt. Dan laat de Heere God zich dus kennen als de ene. Drie eenheid, de ene, de enige. Hij leert ons te spreken over zijn unieke eenheid. Dat is wel de oudste geloofsbelijdenis natuurlijk van de Bijbel. Een geloofsbelijdenis die ook door de Heer Jezus is uitgesproken. De geloofsbelijdenis die tot op de dag van vandaag door de Joden wordt uitgesproken. Hoor Israël, Shema Yisrael. De Heere, onze God, is een enig Heere. Zijn eenheid. Dat heeft ons ook wat te zeggen, zijn eenheid. Drie eenheid, eenheid. Wat heeft ons dat dan te zeggen? De eenheid van God. Nou, denk maar wat wij soms zeggen, dat is een man uit één stuk. Dat kan je soms van iemand zeggen, hè? Dat is een echt iemand uit één stuk. Daarmee zeg je dan, die is nou op en top betrouwbaar. Nou, dat valt bij mensen altijd weer tegen, want soms kan je denken dat iemand op en top betrouwbaar is, maar op een dag denk je, nou, dat is toch ook niet helemaal waar. En wij mensen hebben altijd schaduwkanten, zoals we hier zitten ook. Je hebt altijd een schaduwkant. Maar van de Heere kan je het nou echt met recht zeggen. Hij is uit één stuk, zijn eenheid, volstrekt te vertrouwen. In hem is geen tweespalt, geen verwarring. Er zijn dus geen twee goden of nog meer. Ook niet die twee goden waar soms mensen aan denken. Dat ze zeggen, ja, je hebt de God van het Oude Testament en de God van het Nieuwe Testament. En de God van het Oude Testament, dat is een andere dan die van het Nieuwe Testament. Want die God van het Oude Testament is toornig. En die God van het Nieuwe Testament is de God van de liefde.
De leer van de drie-eenheid, die leert ons ook dat af te kappen. Omdat de schrift dat ook zelf afkapt. God is één en dezelfde. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van generatie op generatie. En er is bij hem geen verandering. En er is geen schaduw van omkeer. God is één. Dat mag ik natuurlijk zelf ook wel bedenken in mijn leven. Als ik soms de ervaring lijkt te hebben dat het anders is. Dat kan je hebben natuurlijk, dat je denkt, ja, het is allemaal zo tegenstrijdig, zo geweldig ingewikkeld. In de Bijbel en in het leven ook. Daar kan je mee worstelen. De moeilijke dingen van het leven. Dat je denkt, hoe zit het nou? Wie is God? Maar wij mogen geloven dat hij één is. En dat hij geen twee gezichten heeft. God is geen God van twee gezichten. Al kan hij wel verschillend handelen. Zijn handen slaan. En zijn handen helen. Dat is een Bijbeltekst. En in de kerkgeschiedenis, iemand als Maarten Luther is heel ver gegaan. Vreselijk ver zelfs, om dat te doordenken. Die is gaan spreken over Gods vreemde werk en Gods eigenlijke werk. Plat gezegd, dat hij het een met tegenzin doet en het ander doet hij van harte. Dat slaan, dat doet hij noodgedwongen, maar dat helen, dat is zijn liefste werk. Want heeft hij niet de grote heelmeester gezonden, de heiland? Luther heeft zelfs gezegd, ja, God kan een masker op hebben, het maskerspel van God. Daar gaat hij heel ver in. Er zijn niet veel die hem zo naspreken. Maar de schrift zelf is heel duidelijk, God is één. Al blijft wel staan, wij kunnen hem niet altijd narekenen. Door allerlei gebeurtenissen en omstandigheden heen kunnen we moeilijke gedachten over de wegen van de Heere hebben. Maar als dat zo is, mag ik hem op zijn woord geloven. Dat hij niet een vat vol tegenstrijdigheden is. En dat hij echt in alles op één ding uit is. Dat hij ijvert voor zijn eigen eer, dat hij trouw is aan zijn woord en dat hij zichzelf waar maakt. Dat mag je geloven. Hij is op en top betrouwbaar. En als je deze ene God mag leren kennen, geeft dat ook iets van rust in het leven. Soms te midden van alle woelingen van dit bestaan. God is één. De wereld bruist van de afgoden, van de vele goden. Die brengen enkel onrust. De goden van de tijd en de goden van de wereld, die brengen altijd verdeeldheid en chaos. Ze schreeuwen allemaal om aandacht en ze beloven altijd heel veel, maar ze eisen alleen maar van ons. En ze verscheuren een mens. De goden van de tijd en van de wereld laten een mens achter als een uitgeknepen citroen. Als een leeg blikje cola. Want het eist alleen. Het put uit. Het verscheurt een mens. In de Bijbel wordt dat ook dikwijls genoeg beschreven. De afgodendienst brengt niets goeds. Dat maakt het leven kapot. De profeten, ze hebben daar steeds weer op gehamerd. En dat laten zien aan het volk Israël. Als dat volk toch weer met de afgoden in zee ging. Die afgoden, ze maken je leven kapot. Ga daar niet mee in zee. Het is ontwrichtend voor jezelf. Het is funest voor gezin en familie. En het is een drama voor gemeente en maatschappij. Dat zeiden de profeten. De goden van de wereld is al ellende. Dat zei de apostel ook. En dat zie je ook. Ik weet niet of iemand van jullie wel zijn Griekse mythe en sagen leest. Er zal niet veel zijn, schat ik in. Maar als je iets weet van de Griekse mythe en sagen of van afgoden van de oudheid, dan zie je dat. Hè? Verscheurdheid, verdeeldheid, verdeeld leven. En dichter bij huis, als je vandaag de dag je ogen ophoudt, zie je het ook. Maar waar de Heere God als de enige en de ene wordt vereerd en gediend, geeft dat rust. En die zin ook vrijheid. Een ander leven. Je gunt het iedereen. God van de schrift aanbidden. Heeft rust. Te midden van alle onrust.
zijn eenheid. Op een top betrouwbaar. En ik hoef niet te twijfelen aan zijn bedoelingen. En dan zijn drieheid. Eenheid, drieheid, drie eenheid. We leren de Heer kennen in de schrift als de ene, maar in die eenheid is hij Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo komt hij op ons af. In de drie personen komt hij ons ook zeer nabij. Wij vereren niet een naamloos opperwezen. Zo spreken we niet over God. Als heel algemeen en vaag de ene. Naamloos opperwezen. Die ene is niet een afstandelijke, verre God. Maar hij is degene die midden in het leven komt. En zich helemaal met het leven bemoeit. Vader, Zoon en Heilige Geest, ze zitten helemaal op één lijn. Zo ontdekken we in de schrift. En je kan de een niet boven de ander stellen. Maar ze zijn wel van elkaar te onderscheiden. En ze hebben alle drie iets eigens. En wij zeggen wel eens, als we dat proberen te verwoorden, dan zeggen we wel eens, ja, de Vader is God boven ons. De Zoon is God voor ons. En de Geest is God met ons. Of God in ons, nog beter. De Vader, dan denken we aan schepping en uitverkiezing. De Zoon aan verlossing en rechtvaardiging. De Geest, dan denken we aan de toepassing van het heil en de heiliging of heiligmaking. Termen. Misschien hebben ze op catechisatie geleerd. Vol van inhoud, waarmee ook gezocht wordt om de leer van de schrift recht te doen. Het woord van God recht te doen. En om te laten zien dat er drieërlei bemoeienis is van God met mensen. Dat de Heere God inderdaad volkomen en in totale eenheid en met heel zijn wezen betrokken is op deze aarde, op de mensenwereld. Dat die verheven God waarlijk een God van mensen wil zijn. Hij zoekt ons op, lees de Bijbel maar. Bladzij na bladzij is er vol van die ene God die als Vader, Zoon en Geest mensen opzoekt. Zondaren opzoekt. Zijn drieheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wat heb ik eraan om dat te weten, die drie personen van God, Vader, Zoon en Heilige Geest? Wat kan ik daarmee? Nou, dat bewaart mij voor eenzijdigheden. In het spreken over God. Er zijn heel makkelijke eenzijdigheden. De kerkgeschiedenis is er vol van. Keer op keer gaat het fout en ontstaan er ontsporingen. De eeuwen door. Soms oud in een nieuw jasje. En dat patroon is altijd hetzelfde. Je kunt naar twee kanten afwijken. Aan de ene kant zijn er mensen die nadruk leggen op de eenheid van God. Dat gaat dan ten koste van de drieheid. Aan de andere kant zijn er mensen die gaan helemaal aan de kant van de drieheid hangen. En dat gaat dan ten koste van de eenheid. Of soms gebeurt het ook dat mensen alleen maar aan één persoon denken van de drieheid. Om het klein beetje die lijntjes wat uit te werken. Soms komen mensen niet verder dan alleen aan God de Vader te denken. De schepper. Dan blijft het heel afstandelijk. En dan geloof je wel in Gods voorzienigheid en in Gods leiding. Dat hij alles regeert. Dat kan je best vaak tegenkomen. Dat zit er nogal breed in bij mensen. Geloof in God en dat hij alles in de hand heeft en dat hij alles regeert. En dat er niets bij geval gebeurt. Maar als je dan vervolgens vraagt, ja, maar is hij ook uw God, jouw God? Dan kan het wel eens heel stil worden. En dan kan het soms zo zijn dat er inderdaad niet veel meer is dan een algemeen godsgeloof. Geloof in een God die de wereld geschapen heeft en de wereld in stand houdt en daarmee houdt het op. Dat kom je nog eens tegen. Ik tenminste wel. Dat is alleen de Vader. Je kunt het ook alleen maar hebben over God de Zoon en zijn verlossingswerk. Dat je het alleen maar hebt over Jezus Christus die voor zondaren gestorven is en dat hij een volkomen zaligmaker is. En dat klinkt natuurlijk al een stuk christelijker dan als het zo aan toe gaat. En dat klinkt ook veel geloviger en
en beter bijna. Maar dat werk van Christus, waar je inderdaad niet genoeg over kunt spreken, maar je moet natuurlijk ook zeggen, omdat de schrift het ook doet, dat het ook toegepast moet worden aan mensenharten. En geloven is niet alleen maar iets voor waar aannemen, maar het is ook iets wat het leven doortrekt, eruit leven. Wat je leven ook verandert. En dat is iets wat ik zelf niet kan maken, maar waar mijn leven schreeuwt om het werk van de geest. Ook de geest is nodig, niet vergeten. Het kan een eenzijdigheid zijn als alleen maar over de Zoon gesproken wordt en de geest vergeten wordt. Dan kan je ook het alleen maar over de geest hebben. En over het rijke leven door de geest, dat hoor je ook nog wel eens. Mensen die het volop hebben over de Heilige Geest, geweldig de geest. Vruchten van de geest, gaven van de geest, wonderlijke werken van de geest. En soms ook de geest wordt dan genoemd als degene die je leert om positief te denken en die je zelfbevestiging geeft en een goed gevoel geeft. Kan ook heel zweverig worden dan. Heel vaag. Is dat bijbels? Als het over de geest gaat, moeten wij altijd maar bedenken dat het in de Bijbel altijd in het nauwste verband staat met de Vader en de Zoon. De geest is degene die de ogen opent voor het heilig recht van de Vader. De heiligheid van God. En voor de noodzakelijkheid en heerlijkheid van het middelaarswerk van Christus. En de Heilige Geest is niet allereerst degene die mij aan een sterk ego helpt. Een sterk ik. Maar hij leidt mij naar de Vader en naar de Zoon. Nou, eenzijdigheden. En daarvoor wil de leer van de drie-eenheid ons vanuit de schriften bewaren. Ook voor eenzijdigheden, welke kant dan ook op. En zo geeft dan die leer ook verdieping aan mijn leven. Voor een gezond en volwassen geloofsleven, als je verder wil komen in het geloof, als je daarin wil groeien in de kennis van het geloofsleven, voor een gezond en volwassen geloofsleven is het nodig dat we Vader, Zoon en Heilige Geest leren kennen. En niet als een heel systeem, hoe dat dan precies zou moeten gaan, met bepaalde trappen en volgordes. Die kant moet je ook maar niet op. Want in de schriften wordt er altijd levendig over gesproken. Niet als hogere wiskunde, als iets theoretisch, als intellectueel gebeuren, maar als praktische geloofskennis. Als je met de Heere God mag leren leven, dan ga je hem leren kennen en beter leren kennen. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. En je gaat meer en meer ontdekken dat er een overweldigende grootheid en volheid in God is. Ik hoop dat je daar iets van weet ook zelf. Wat ik van de week las bij een theoloog die vrij jong gestorven is, Koopmans, Jan Koopmans, door een verdwaalde kogel 1945 gestorven, amper 40 jaar oud, maar die ons wel heel wat heeft nagelaten. En ook over de geloofsleer, dat hij zegt, de geloofsleer is er niet om raadselen op te lossen, maar om de geheimen van God aan te duiden en als zodanig te bewaren. Nou, ik denk dat is ook iets wat vanmiddag zo, dat geloof in de drie-enige God, als het daarover gaat, wat de toon zet. Hè? We gaan de dingen niet oplossen, maar we proberen de geheimen aan te duiden en als zodanig te bewaren. En dat doet ook onze geloofsbelijdenis, de Nederlandse geloofsbelijdenis. Die ook voluit erkent in artikel 9 dat het op aarde altijd ten dele zal blijven. De kennis van God, het gaat je verstand te boven, het gaat je hart te boven. En wij verwachten de volle kennis en vrucht ervan in de hemel te zullen genieten.